Ieder atoom koolstof in uw lichaam is ooit bij 100 miljoen graden gestookt. Ieder atoom goud of zilver is ooit bij 1 miljard graden gekookt in een ontploffende supernova. Waarom worden we gefrituurd en bevroren als de zon sterft? De Universiteit van Nederland presenteert sterrenkundige professor Dr. Ralf Weijers. Als we kijken naar het beroemde plaatje Earthrise, door Apollo 8 genomen bij een van de eerste vluchten rond de zon, rond de maan, is vaak een inspirerend plaatje wanneer we ons afvragen hoe lang we onze kwetsbare aarde nog heel zullen houden. Nou ja, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat over 5,5 miljard jaar gaat het licht definitief uit. Want dan sterft de zon. Voordat de zon sterft wordt ze nog heel helder. Dus voordat het licht uitgaat wordt het licht nog heel fel en worden we gebakken. Nou, dat zal ik u proberen uit te leggen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Kijk, laten we nog eens even teruggaan naar dat mooie sterrenbeeld Orion dat we al eerder hebben bekeken. Als je goed kijkt onder de gordel van Orion, dan zie je daar een kleine nevel. Die kun je vaak met het blote oog al zien als het helder is, maar met een verrekijker zeker. En die Orionnevel, als we die eens van wat dichterbij bekijken in het volgende plaatje, zien we dat dat een kraamkamer van sterren is. In de Orionnevel worden uit hele grote gas- en stofwolken die tussen de sterren hangen, nieuwe sterren geboren. Als de zwaartekracht grip krijgt op die gaswolken, wanneer er te veel gas bij elkaar komt, wordt de zwaartekracht zo sterk dat een gaswolk in elkaar getrokken wordt en wordt samengeknepen tot een bol. Bij dat samenknijpen wordt die bol heel heet en gaat die gloeien. En die gloeiende bol geeft dan zoveel licht af dat hij de rest van de Orionnevel verhit en daarom zie je hem zo gloeien. Nou, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hier ziet u een volgend plaatje van een ster in de Orionnevel die net geboren wordt. Wat je hier ziet is een schijfje van stof en gas dat ontstaan is uit zo'n instortende draaiende wolk. De ster in het midden is al geboren. U ziet haar net een beetje boven en onder het schijfje uitschijnen. En by the way, dat schijfje stof, daar worden de planeten uitgemaakt. Dus deze ster krijgt ook nog planeten die er dan omheen draaien. Nou, waarom wordt zo'n ster nou heet? Zo'n ster wordt heet omdat als je gas samenknijpt, komt er een heleboel energie vrij en wordt het gas sowieso heter. Dat kun je bijvoorbeeld merken als je je fietsband oppompt. Als je even heel fanatiek je fietspomp gebruikt, dan voel je dat het ventiel warm wordt, maar dat komt door de wrijving van de lucht die er langs stroomt. Maar als je dan onder aan je fietspomp voelt, dan voel je ook dat die warm is. En dat komt omdat samengeperste lucht warmer is dan niet samengeperste lucht. Dus zo'n samengeperste gaswolk door de zwaartekracht wordt gewoon heel heet. En wat er uiteindelijk gebeurt, als we even kijken naar het volgende plaatje, is het volgende. De zwaartekracht knijpt zo'n gaswolk steeds verder samen, ze wordt heter en heter. Daardoor wordt de druk in de gaswolk steeds hoger. En op zeker moment is de druk naar buiten toe in de gaswolk even sterk als de zwaartekracht naar binnen toe. En dan is ze in evenwicht en dan hebben we een ster zoals onze zon. Dus de zon is in evenwicht tussen zwaartekracht die haar kleiner wil maken en gasdruk die haar groter wil maken, precies op een bepaalde grootte. Nou is daar een klein probleem bij om het zo te houden. Want omdat de zon zo vreselijk heet is geworden bij dat inkrimpen, gloeit ze aan de buitenkant. Om geen enkele andere reden dan dat een gloeiende spijker ook gloeit. Alles wat je warm maakt straalt licht uit. En dat doet de zon dus ook. En als je nou kijkt naar die zon, dan zal ze dus steeds verder gaan krimpen. Want ze straalt die warmte die ze nodig heeft om zich te verdedigen tegen de zwaartekracht allemaal uit. Nou, dat gebeurt maar een tijdje wanneer de zon aan het vormen is. Op zeker moment wordt het in het binnenste van de zon zo heet dat je daar nieuwe energie gaat bijmaken. Het binnenste van de zon is wel 15 miljoen graden warm. En bij 15 miljoen graden kun je zogenaamde kernfusie hebben. Het waterstof waar de zon vooral uit bestaat,
smelt dan samen tot helium en daarbij komt energie vrij, zelfs heel veel energie. En die energie, die vult de energie die aan de buitenkant wordt uitgestraald precies aan. Dus de ster is op twee manieren in evenwicht. Evenwicht voor de grootte, tussen de zwaartekracht en de gasdruk, en evenwicht voor de warmte, tussen uitstraling en kernfusie in het binnenste. Maar ja, nu snapt u wel dat ze dood zal gaan. Want als je waterstof moet verbranden, dan verbruik je dus iets. Dan heb je brandstof nodig en op zeker moment is die brandstof op. Nou is de zon vreselijk groot, er zit heel erg veel waterstof in. Dus de zon kan wel 10 miljard jaar leven. Dat duurt even voor het op is. Maar uiteindelijk raakt het een keer op. De zon is nu 4,5 miljard jaar oud, de aarde ook. Dus we hebben nog 5,5 miljard jaar te gaan. Het laatste stukje van de geschiedenis van de zon verloopt overigens wat anders. Want op een gegeven moment is de waterstof in de binnenste of is op. Dan is het helium geworden. En dan een tijdje later is het helium ook weer zo warm geworden dat je daar verder kernfusie mee kunt doen. Helium wordt koolstof. Daar kun je dan weer energie uithalen en dat gaat zo hard, omdat die fusie bij een hogere temperatuur gebeurt, dat de zon nou veel feller begint te stralen. Wel meer dan 1000 keer zo fel als nu. En als de zon 1000 keer zo fel wordt, krijgen wij 1000 keer zoveel warmte van de zon. De zon wordt dan ook heel groot. We noemen haar dan een rode reus. En dan wordt de aarde 3000 graden warm. Daar kunnen wij niet tegen, dus dan is het af. De planeten Mercurius en Venus vergaat het nog erger, want de zon wordt zo groot dat ze worden opgeslokt. De aarde blijft tenminste nog net bestaan. Nou, uiteindelijk gaat dat uitdijen en opblazen zo ver door dat al het buitenste van de zon wordt weggeblazen. En dan hou je alleen nog maar een heel klein pitje in het midden over. Dat pitje noemen we een witte dwerg. En die witte dwerg, dat is een heel extreem ding. Je moet zich even voorstellen, we hadden de zon. En als ik die 10 miljard keer zo klein maak, krijgen we iets van een meloen. En dat pitje in het midden is maar net zo groot als de aarde. En op deze schaal is dat 100 keer zo klein, dus dat is een peperkorreltje. Dus alle massa van de zon zit in zo'n klein volume, 1 miljoen keer kleiner. Een theelepeltje van die witte dwerg weegt ook miljoenen kilo's. Zo hard samengeperst is die materie. Zo'n extreem ding is zo'n witte dwerg. Bij de zon houdt het daarmee op. Dus je houdt een pitje van koolstof over. De rest wordt weggeblazen. Van die rest, die komt trouwens weer in de wolken tussen de sterren terecht, daar maken we later weer nieuwe sterren van. En nieuwe planeten en nieuwe mensen. Nou, niet alle sterren leven zo rustig als de zon. Als we nog even denken aan die sterren in het sterrenbeeld Orion, die zijn veel zwaarder dan de zon. Wel 10, 20, 30 keer zo zwaar als de zon. Als daar de zwaartekracht begint te persen, dan moet ze veel meer gasdruk opbouwen om zich te verdedigen tegen die zwaartekracht, omdat ze zoveel zwaarder is. Daardoor wordt ze veel heter in het binnenste en verbrandt ze veel sneller haar brandstof. Dus een ster die 10 keer zo zwaar is als de zon, schijnt 10.000 keer zo fel. 10 keer zoveel brandstof, 10.000 keer zo snel verbruiken, 1000 keer zo kort leven. Een eenvoudig sommetje. Dus zo'n ster leeft geen 10 miljard jaar, maar 10 miljoen jaar. En aan het eind van haar leven eindigt zo'n ster niet als een rustig wit dwergje. In zo'n ster gaat de kernfusie helemaal door tot er zelfs ijzer ontstaan is. Dan stort het binnenste met zoveel geweld in dat er plotseling zoveel energie vrijkomt dat de rest van de ster ontploft. En dan wordt de ster zo helder, dat kunt u op deze foto zien, dan wordt ze een zogenaamde supernova. Een supernieuwe ster. En één zo'n ster in een ver melkwegstelsel kan een paar weken lang net zo helder zijn als alle 100 miljard andere sterren in dat melkwegstelsel bij elkaar. Ontzettend fel. Bij die ontploffing worden alle materialen die gemaakt zijn door fusie in die ster weer de ruimte ingeslingerd. En dat ziet u in het volgende plaatje. En die hete resten kun je nog steeds zien. Deze plek aan de hemel, die noemen we de krapnevel. Daarvan weten we waar die vandaan komt. Want in het jaar 1054 na Christus
hebben de Chinezen een supernova opgetekend. Ze hebben ook opgetekend waar aan de hemel die plaatsvond. En op die plaats zien we nu de ontplofte resten van die ster. Dus we weten ook gewoon uit de archieven dat dit verhaal klopt. Nou, van zo'n supernova kan nog steeds een heel klein pitje materie overblijven. En hier midden in deze supernova rest, hier staat een heel klein sterretje. En dat is de rest van de ontplofte ster. Op het volgende plaatje kunt u zien hoe groot dat ding is. Dat ding is anderhalve keer zo zwaar als de zon, maar zo groot als de stad Amsterdam of Almere, dat in dit plaatje onder de neutronenster geplet is geraakt. Moet u zich voorstellen, anderhalf keer de massa van de zon in een gebied ter grootte van Amsterdam. Om dat weer even te schalen, als ik hier één theelepeltje van neem, weegt het 1 miljard ton. En 1 miljard ton, dat is moeilijk voor te stellen, maar dat is ongeveer alle gebouwen in Amsterdam bij elkaar. 1 theelepeltje, alle gebouwen in Amsterdam. Dit is echt een heel extreem object. Zoveel massa in zo'n klein gebied. Heel veel zwaartekracht, daar komen we zo nog op terug. Maar wat nou ook nog mooi is, als we even doorgaan. Deze resten van deze ster, alles wat daar gemaakt is, wordt weer de ruimte ingeslingerd. En ik zei net al, dat wordt gerecycled. Dat komt weer terug in gas- en stofwolken tussen de sterren. Daar maken we weer nieuwe sterren uit. Daar komen wij vandaan. Ieder atoom koolstof in uw lichaam is ooit bij 100 miljoen graden gestookt in een ster zoals de zon. Ieder atoom goud of zilver in uw sieraden is ooit bij 1 miljard graden gekookt in een ontploffende supernova. Nou, dat is pas echt wonderlijk. Als een ster heel, heel erg zwaar is, dan stort ze aan het eind van haar leven zo diep in dat er niets meer is dat de zwaartekracht kan tegenhouden. En als dat gebeurt, ontstaat een zwart gat. En wat dat voor een raar ding is, dat vertel ik in het volgende blok.